Veel mensen vinden het ongemakkelijk om over seksuele problemen te praten. Ook om het samen met uw partner te bespreken kan juist lastig zijn. Het is belangrijk dat u weet dat het normaal en vaak verstandig is om seksuele problemen te bespreken met uw huisarts. Het hoort bij zijn of haar werk. Het is voor een huisarts dus niet gek als u langskomt met seksuele klachten. Bovendien kent uw huisarts vaak uw situatie en is het uw vertrouwenspersoon. Wachten met het bespreken van een seksueel probleem kan maken dat het probleem op den duur minder makkelijk is op te lossen. U kunt met allerlei seksuele klachten bij uw huisarts terecht. Voorbeelden zijn pijn tijdens de gemeenschap, niet kunnen klaarkomen, geen erectie krijgen, te snel klaarkomen of geen zin in seks, maar eigenlijk wel zin willen hebben. Het kan ook zijn dat de seks verandert of uw zin in seks verandert door stress, angst of somberheid. Misschien begrijpen u en uw partner elkaar niet goed meer of bent u uitgekeken op de seks zoals u die nu heeft. Misschien heeft u vervelende ervaringen met seks en zit dat steeds in de weg. Seks of uw seksueel gevoel kan veranderen doordat u ouder wordt, door medicijngebruik en door ziekten zoals diabetes mellitus, reuma of een hartvaatziekte. Zo kan het bijvoorbeeld gebeuren dat u na een hartinfarct geen seks meer durft te hebben. Het zijn goede redenen om naar de huisarts te gaan. Niet alleen om deze klachten misschien te laten behandelen, maar ook omdat de aanpak van de klachten van uw seksuele relatie kan verbeteren. Of het nu in uw eentje is of samen met uw partner, een gesprek met uw huisarts kan een belangrijke eerste stap zijn. Als u bij de huisarts bent, zult u misschien merken dat het praten hierover best gaat. Schrijf zo nodig tevoren op een briefje welke dingen u wilt vertellen en wat u wilt weten of wilt veranderen. Uw huisarts kan met u op zoek naar wat er aan de hand is. Hij of zij kan hierover uitleg geven, zo nodig geruststellen en samen naar oplossingen zoeken. Soms is een gesprek voldoende, soms kunnen medicijnen helpen, of kunt u overwegen om een keer naar een seksuoloog te gaan.